jaar natuurlijk al veel van ons gehoord in ons jubileumjaar. Maar vandaag zouden wij heel graag wat van u willen horen. Vandaar deze veiling. De veiling die de opbrengst straks hopen wij te besteden aan alle jubileumactiviteiten. We hebben al twee hele mooie concerten in de bank. Eén is al geweest in juli met Thomas Berger en Blues Brothers en vele anderen. Dat was al heel erg geslaagd. De tweede is 14 oktober. Let u op de aankondigingen in de krant en nou ja, waar dan ook. Het wordt ook weer een heel mooi concert. En daarbij, bij dat concert, wat wel een heel mooi programma is, komen daar vier bekende mensen. U zult zelf zien op de aankondigingen die dat zijn. Die komen daar de baton opnemen. En de baton is het dirigeerstokje van onze dirigent in de wereld. En zij gaan dus strijden tijdens dat concert in oktober om maestro van het jaar te worden bij de Ruinoverwinning. Daarvoor, voor deze twee concerten dus de opbrengst. Maar ook wil ik aanstippen dat wij de opbrengst toch ook willen besteden in de vereniging voor de jeugd. We hebben een slagwerkgroep en er komt nu een blazersgroep bij voor de jeugd. Want als wij niet investeren in de jeugd, dan hebben wij nooit een jubileum meer. Dus we willen nog graag een keertje zeggen, we bestaan 150 jaar. Kom, we hebben een fijne, gezellig. We zijn terug bij de veiling. We hebben een hele leuke fijne geweest. Dat verschil met de Bastiaanse, met de Musetta, dubbel A, dubbel S, en aan het eind. En kost wat? Hij heeft ook wat. Dat moet nog blijken. Goed. Ik geef graag aan hem het woord. Ik wens u heel veel plezier. We kennen elkaar hier allemaal, tenminste Jacco kent iedereen denk ik. Als je hebt geboden zonder bordje, daarna schrijf je in onder een biednummer, allemaal geen probleem. Ik zie Bart weer komen voor het geluid, want ik hou me nu nog in, maar ik ga steeds harder praten Bart, net alsof ik geen geluid heb. Dus het is heel simpel, steek met de bordjes naar boven en ik ga met bepaalde stapjes omhoog. En als er veel animo is, ga ik sneller omhoog, maar de klant is altijd koning. Als u zegt, ga maar te hard, mag u altijd zo doen. Dat is de helft. Maar dan bent u voor de zaal een kniepert, denk ik. Dus dan gaat het gewoon zien. Je kan erop slapen, je kan er eigenlijk alles mee doen. De waarde is meer dan 100 euro. Ik begin gewoon niet minder 50. Niet minder 50, niet minder 50. Zit er ook constructiestaal bij of moet je gewoon in de boom hangen? Twee bomen, maar er is een los spread bij te bestellen. Maar deze die is. Dus gewoon echt een mat. Een mat. En twee bomen kun je erbij, zei je? Ja, maar geen bomen erbij. De hangmat, niet minder 50 euro, niet minder 50, niet minder 50, niet minder 50. Wie minder 50 euro? Wie minder 20? Wie minder 20? Wie minder 20? Wie minder 20 euro? 20 euro? 20 euro? Wie minder 20? 30 heb ik gebod. 30 euro, dat is nog niks hè? 30 euro. 30 euro eerste maal. 30 euro tweede maal. Niemand meer. Dan 30 euro. Dan komen er nog meer hangmatten, maar de kees van elkaar hangen. Maar 30 is nog niks. Niemand meer dan 30? Eenmaal. Andermaal, er zit geen minimumprijs aan, dus ik sla gewoon weg. Niemand meer dan 30 euro. Eerste twee leden. Laatste maal 30 euro. Nummer 16, burgemeester van Meppel, Richard Korteland. De heer Richard Korteland wil de toren vooral een hoog Meppelgehalte uit laten stralen. Ik weet niet wat het is, maar het is gelukt dat hier. Oh, het wapen van Meppel staat erop. De toren is prachtig beschilderd en zelfs het wapen van Meppel ontbreekt niet. Deze toren schrijft geschiedenis en moet in Meppel een bijzonder plekje krijgen. Ik neem aan dat de burgemeester er niet is. Nee, maar die had dat ook niet mogen veilen. Het is wel leuk om de burgemeester een keer te overroelen. Dan gaat hij. Wie minder 50 euro? Wie minder 50? Wie minder 50? Wie minder 50? Wie minder 50 euro? Wie minder 50? Wie minder 50? Wie minder 50? Nummer 89 gaat straks verbieden, denk ik. Maar wacht dat even rustig af. Wie minder 50? Hij gaat er toch overheen. Wie minder 50 euro? Wie minder 50? Niemand meer dan 50 euro? Onze herberg hier verkoopt er voor 300 van tevoren. Collectors item. Meppel een teken erop. Wie minder 50? Oké? Okay? Moet ik zeggen wie voor 50? Ik sla gelijk af. Ja, nummer 89. Ik krijg er voor 50 euro. Fantastisch. Dankjewel, collectors item. 50 euro voor de 89.